Wel, het is wel zo dat er verruwing is en verharding in de maatschappij. Dat geldt voor de politiek, maar niet alleen voor de politiek, denk ik. Kijk wat er allemaal op sociale media wordt verspreid naar iedereen. Dus dat is iets, een tijdsgeest die mij wel wat bevreest. En je ziet dat ook in de politiek. En ik vind politieke discussies, die moeten keihard zijn. De oppositie moet zijn rol spelen, er mag kritiek zijn, je kan daar ook uit leren. Maar als het persoonlijk begint te zijn en men valt de persoon aan, ja, daar kan je je niet tegen verdedigen. En dat is natuurlijk gelaf. En vaak blijkt daar ook uit dat men in niet echt goed weet welke kritiek men moet geven, maar dat men het dan maar op de persoon speelt. En daar zie je vaak wel, en ik denk dat iedereen dat wel kan vaststellen, dat de kritiek die gegeven wordt naar dames en vrouwen vaak veel persoonlijker is dan dat het naar mannen gebeurt. Ik kan dat alleen maar vaststellen, betreuren. Ik kan me daar zelf heel makkelijk boven stellen, maar ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen zo evident is. Actua TV, het hele verhaal.